staan hier op het gemaal Haas van Dorser met de medewerkers van Waterschap Hollandse Delta en de aannemer GKB Groep. En hier vindt momenteel de overdracht van een van de gaafste innovaties plaats. Namelijk de verstelbare droogzetschotten voor de gemalen. En nou ja, hier zie je zo'n droogzetschot. Leander, vertel me eens, wat was voor jou nou het succes achter deze innovatie? Het grote succes is dat het op de werkvloer is begonnen en dat we de samenwerking intern hebben gezocht met onze aannemer, met diverse collega's, om dit product tot een succes te maken. Nou, en die aannemer die staat hier tussen ons in. Hoe was dat voor jou? Het was voor ons een heel mooi project. We hebben de expertise gebruikt van het waterschap. Met die expertise hebben we die schot ontwikkeld. Ja, wij hebben het echt gevoeld dat we met elkaar langs de ladder omhoog zijn geklommen en dit resultaat hebben kunnen bereiken. Ja, en zo hebben we eigenlijk door samen te werken een prachtige innovatie neer kunnen zetten. Dus mijn vraag aan jullie WSCD'ers, wie van jullie is het volgende? Kom maar op.